U bent opgegroeid in Arnhem en heeft veel tijd in de dierentuin doorgebracht. Wat voor jongen was u eigenlijk? Heel actief. Nou, ik ben eigenlijk niet in Arnhem opgegroeid, maar echt in Burgerzoo, want wij wonen op het terrein. Dit is dus onze achtertuin. Nou, ik kan je voorstellen, het was natuurlijk een super achtertuin om te spelen als klein kind. Dus zowel mijn zus als ik, we waren veel in de dierentuin aan het spelen, mee met de verzorgers. Maar we hadden ook thuis hadden we altijd dieren. Dus we hadden altijd jonge babygorillaatjes, chimpansees, spandertjes en wat dan ook. Dus we waren omringd door dieren en altijd heel veel activiteit. Super. Ja, dat klinkt inderdaad super. Waar bent u hier naar de middelbare school gegaan? Na de middelbare school ben ik naar Rotterdam gegaan. Ben ik economie gaan studeren. Vond ik een leuke opleiding. Na de opleiding ben ik bij twee banken in Amsterdam gaan werken. Maar op een gegeven moment tijdens het werken daar heb ik toch bedacht van... Goh, als ik nog eens wat met de dierentuin zou willen, mijn ouders worden ouder... dan kan ik het best nu vrij snel naar huis gaan, want dan kan ik nog wat van ze leren. En toen heb ik op een gegeven moment op een zondag aan mijn ouders gevraagd van... Goh, vinden jullie het goed als ik thuis kom werken? En toen ben ik naar huis gekomen. Heeft u altijd de ambitie gehad om directeur van de dierentuin te worden? Eigenlijk niet. En dat heb ik ook wel eens bij vrienden nagevraagd. Dus vrienden van de lagere school en de middelbare school. Of ik tegen hun altijd zei van joh, later word ik de directeur. Dat heb ik nooit gezegd. Ik vond het altijd heel leuk. Ik heb altijd gewerkt. Ik heb er heel veel interesse voor gehad. Maar ik had zoiets van, ik zie wel hoe het gaat. Ik ben gewoon gaan studeren, gaan werken. En echt toen ik aan het werk was bij die twee banken, toen had ik echt zoiets van, goh, als ik wat wil... Met de dierentuin, wat ik toen heel graag wilde, dan moet ik nu naar huis gaan. En toen zijn we gewoon een proces ingegaan, ook gewoon kijken hoe is het nou om daar te werken. En dat is me zo goed bevallen dat ik van mijn ouders mocht blijven, maar zelf ook heel graag wil blijven. Toen u hoorde van de Arendtheem aanmoedigingsprijs, oftewel de aap, was u meteen enthousiast. En behalve de naam natuurlijk, wat sprak u nog meer erin aan? Nou, ik vind het mooi om te zien dat een onderwijsinstelling, leerlingen die iets doen wat bijzonder is, dat die in het zonnetje worden gezet. Maar in het leven kun je natuurlijk altijd kijken naar de dingen die wat minder gaan. Je kunt daar dus heel erg de focus op leggen. Dus bijvoorbeeld ook tijdens het studeren, bij het leren, ben je slecht in taal, dan altijd daar de nadruk op leggen. Terwijl je kunt ook zeggen van juist de nadruk leggen op de dingen die goed gaan. En dat is het mooie bij AAP, dat leerlingen die iets bijzonders doen, die iets anders hebben gedaan, dat die in een zonnetje worden gezet. Dus op een positieve manier stimuleren om door te gaan. En ik denk dat is ook bijvoorbeeld met het omgang met dieren, straffen, is eigenlijk niet goed. Je moet ze belonen. Nou wil ik mensen en dieren niet gelijkschalen. Dat zal ik echt niet doen. Maar ik vind wel heel positief dat de school gewoon de leerlingen die iets bijzonders hebben gedaan in het zonlicht zetten. Belangrijk. Moet je om directeur te zijn van Burgerzoo ook nog zelf over een speciaal talent beschikken? Ja en nee. Ik denk dat het allerbelangrijkste op het moment dat je leiding mag geven in een bedrijf of in een organisatie of in een dierentuin, is dat je goed met mensen om kunt gaan. En dat je mensen kunt motiveren en mee kunt nemen en kunt zorgen dat ze zich verder kunnen ontwikkelen. Want op het moment dat een directie de enige is die iets goed kan, of de hele organisatie zou moeten runnen, dan gaat het totaal verkeerd. Dus we hebben hele goede mensen nodig op de juiste posities. En we hebben dus medewerkers werken, iets van 140 medewerkers in ons park. En de een kan dat heel erg goed, en de andere kan dat heel erg goed. En soms kan het ook gebeuren dat iemand iets niet goed doet. Nou, dan moet je met diegene aan de slag. En dan moet je gaan vragen van, goh, is dit wel wat je wil? Of zou je misschien op een andere plek veel beter kunnen werken? Dus ik denk dat leidinggevende, het talent, zou daar vooral moeten zitten. In medewerkers meenemen, enthousiasmeren, zorgen dat ze verder kunnen komen. En natuurlijk, daarnaast moet je ook een visie hebben op de langere termijn. Dus moet je met elkaar kijken van, oké, waar staat het dier dan over 20, 25 jaar? Maar ik denk het menselijke, mensen goed motiveren en meenemen, dat is denk ik het allerbelangrijkste. En tot slot, Burgerzoo bestaat volgend jaar, 2013, 100 jaar. Kunnen we dan nog iets speciaals verwachten?
Nou, we gaan in ieder geval de ingang van de dierentuin helemaal aanpassen. En er komt een waanzinnig mooi kunstwerk te staan. Aan de dierenkant, dus dierenverblijven dergelijke, dat zullen we niet gaan doen. Daar beginnen we in 2014 weer mee. Dus dan gaan we weer een heel groot project bouwen wat in 2017 klaar moet zijn. Volgend jaar gaan we vooral vieren dat we als familiebedrijf 100 jaar bestaan. Dat we zonder subsidies, zonder sponsors, zonder gelden van buiten het bedrijf, het park zo mooi hebben kunnen maken en dat we verder kunnen. Want dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ik wil graag nog een keer 100 jaar Burgers Zoo. Het gaat mij niet om dat we volgend jaar opeens heel veel bezoekers hebben of opeens heel veel winst maken. Ik wil graag verder met ons park. Want we hebben een mooi park waar heel veel mensen van genieten, waar heel veel mensen hard werken om dat zo te houden. Nou, en daarmee wil ik verder. Bedankt voor het interview.